Yes, Igmar hier en wat een prachtig nieuws. Vrijheid heeft nog nooit zo goed gevoeld. We mogen langzaamaan weer een beetje dingen doen, maar laten we het alsjeblieft niet overdrijven. Dus daarom blijven we vandaag nog even binnen. Een nieuwe binnenpret, vandaag met Bilal en Oussama. Ja, vandaag twee gasten waar ik eigenlijk heel blij mee ben, want ze zijn zeer getalenteerd. De eerste man is zanger, rapper, maar voornamelijk een van de beste acteurs van het moment. En ik ga hem helemaal in één keer goed voorstellen. Bilal Elmadi Wahab. Ja. Was het goed? Bijna. Doe jij hem één keer goed dan? Bilal Elmahdi Wahib. Ja toch. Hey, hoe is het leven, Bilal? Gaat lekker man, genieten. Beetje kut met deze coronatijd. Ik ga gewoon zoveel mogelijk muziek uitbrengen de aankomende periode. Dus komt wel goed, denk ik. Bilal, je strijdt vandaag tegen iemand die jij heel goed kent. Jullie moeten de strijd alleen vandaag tegen elkaar aangaan. Want deze man, geen mokromafia, zonder muis. Oftewel, Oussama Ahmoud. Ja toch. Yes, we zijn er. Hoe is het met jou? Ja, er valt niet echt heel veel te werken. Het is natuurlijk, corona is er natuurlijk, dus we mogen niet naar buiten. We mogen wel naar buiten, maar we mogen niet met een hele groep werken. En op de filmset werk je meestal met heel veel man. Ik ben nu een kanaal voor mezelf begonnen, dus... En er komt muziek aan, ook van mijn kant, maar dat komt later allemaal. We zijn nu al lekker aan het genieten van Bilal. Ik red mezelf wel tijdens corona. Jullie redden jezelf. De vraag is even, hoe goed kennen jullie elkaar? Hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk al? We kennen elkaar, denk ik, nu laat ik het ruim zeggen. Ik denk zo'n soortige 4 jaar. Ik weet niet of dat dan helemaal goed gaat, maar jullie moeten elkaar dus goed gaan kennen. En daarom gaan we beginnen met ronde 1. En die eerste ronde, die beginnen wij met matenvragen. Daar worden de kandidaten getest op hun kennis over elkaar. Bilal, Oussama, jullie krijgen zo meteen 3 vragen die ik om en om aan jullie stel. Als je vraag goed beantwoordt, dan verdien je 1 punt. En Bilal, de eerste vraag, de eer is aan jou. Want Oussama, die zit op de toneelschool, maar wat studeerde hij eerst? Is dat A, bedrijfskunde, B, communicatie of C, detailhandel? Detailhandel. Hij geeft het goede antwoord. Je hebt het goed. Ja toch. Wist je ja, het of was de gok? Nee, ik ging gewoon A, B en C. Communicatie is er niet zo goed in. Je weet toch? Dus dan ga je dat niet studeren, je weet toch? Oussama, jij deed eerst detailhandel. Wist je toen al van, nee maar dit wil ik niet, ik wil gewoon acteren? Ja, ik wil altijd wel acteren, ja zeker. Ja, je hebt de goede stap gemaakt. Want inmiddels ben je er gekomen en de eerste punt voor Bilal is binnen. Dus jullie zijn lekker bezig. Ja. Gaan we door naar de tweede vraag. Die is voor jou, Oussama. Bilal, die was de gast in release reacties. Wat is zijn guilty pleasure als het om eten gaat? Is dat A, een broodje frikandel, B, een tosti met sujuk of C, een kaasbroodje? B man, ik ga voor B. Deze moet je weten toch, pa? We gaan elke keer naar Febo, broer. Broodje frikandel, pik. Ja, maar niet bij Febo toch, broer? Ik dacht een tosti met sujuk, broer. Ik denk, wat je guilty pleasure is. Nee, man, mensen, Je verpest het weer heel snel, jongen. Ik hoef hier eigenlijk niet eens meer iets over te zeggen. Geen punten helaas, man. Sorry. Oké, Bilal. Vraag 3 is voor jou. Oussama die gaf in een interview met Glamour aan dat hij met een grote acteur wil samenwerken. Maar welke grote acteur zou hij het liefst... Denzel Washington. Broer, ik hoef niet eens te vragen. Ja, dat is goed. Je weet het. Dat is goed, ja. Dat ik volg jou wel eens, Zemmen. Ik volg jou ook als zwerper. Denzel Washington, waarom Denzel? Ik weet niet, man. Ik vind die man gewoon keihard. Hij is gewoon voor mij is hij de ultieme acteur, man. Ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan. Ik hoop echt van harte dat je ooit met Denzel een serie of iets mag maken, man. Ik hoop echt met je mee. Ik hoop gewoon met je mee. Dat zou wat doof zijn, broer. Ja. Oké, de volgende vraag is voor jou. Wie is de BN'er crush van Bilal? Is dat... Anna Nushin, broer. Dat weten we allemaal. Zie je, ze kennen elkaar supergoed. Ik hoef niet eens meer te zeggen. Anna Nushin is goed. Hoe goed ken je Anna? Ik ken haar goed, maar ik zei dat toen ik haar nog niet kende. Ah, je hebt altijd gezegd gewoon. Ja, nu ken ik haar goed. Nu is het een soort van grote zus van mij geworden. Okay. Een hele mooie grote zus, waarbij ik al die mannen weg moet slaan. Je weet toch? Oh, precies. Nou, dat is een goed politiek correct antwoord dit hoor, heel goed. We zijn bij vraag 5 en die is voor jou, Bilal. In de eerste aflevering van Oussama's nieuwe YouTube-kanaal gaat hij boodschappen doen bij de macro voor mensen die het wat minder hebben. Maar hoeveel geld geeft hij daar uit? Is dat antwoord A, 426 euro, B, 618 euro of C, 904 euro? Oh, deze is lastig hoor. Ik denk antwoord B. Ja toch! Je bent wel goed in gokken, moet ik zeggen, man. Dat doe je wel goed. Ja bro, ik zeg je eerlijk hè, zonder jokes, ik heb die aflevering maar... gekeken en toen had ik wat te doen en ik dacht ik ga hem later afkijken, maar ik kwam niet zo ver, man. Je hebt het goed, broer. Je hebt het goed. Daar gaat het om. Oussama, voor jou de volgende vraag. Voor New Wave ging Bilal samen met Iris Endhoven naar een Europese stad. Maar welke stad was dat? Was Londen. Dat... Londen. Hey broer, ik hou van jou en Nemo.
zitten. Oké, ik heb nog nooit zoveel bromance liefde bij elkaar gezien, want ze kennen elkaar echt ontzettend goed. Dat is niet normaal meer. Dat betekent dat we een tussenstand hebben. Op dit moment staat Bilal bovenaan met 3 punten, Oussema 2 punten. Ronde nummer 2, die is zoals je van ons gewend bent normaal gesproken biechten of braken. Geef je een antwoord eerlijk toe, dan hoef je niks op te eten, een vies drankje uit je eigen huis. En anders moet je een heel vies drankje opdrinken of opeten. Maar het is natuurlijk Ramadan, dus deze mensen kunnen in daglicht nu niet eten. Is het een beetje vol te houden trouwens, Bilal? Voor mij wel, man. Ja, man. We zijn er, man. Flexibel. En wat is het, ben ik toch altijd benieuwd naar, wat is het eerste wat jij bijvoorbeeld vanavond gaat eten, Oussema? Een dadel en een flesje water. En dan eet ik die dadel en neem ik een slokje water en dan aanvallen. En we willen nog steeds de vraag aan jullie stellen. Geef je alleen geen antwoord, dan hebben wij een hashstrip naar jullie huis gestuurd. Die hebben jullie allebei als het goed is. Ja. En dan moet je een stukje van jezelf hashen. Of je geeft antwoord op de vraag, dat kan natuurlijk ook. En daarom gaan we beginnen met deze ronde biechten of braken in een speciale versie. Bilal! Je mag aan het rad draaien en zeg maar stoppen als je denkt dat je wil stoppen. Oké. Okay. Stop, ik zie geen rad, maar stop. Maakt niet uit, dat is allemaal dat editen we erin, hè? Oké. Maak een top 3 van de volgende acteurs. Ahmed Akkabi, Oussema en Michiel Huisman. Michiel Huisman op nummer 3. Oh, dit is lastig, hè? Ik ga het gewoon zeggen, Ahmed Akkabi op nummer 2, Oussema op nummer 1. Ah, wat een liefde naar elkaar dit jongens, hé. Dat is niet normaal meer. Ja, man. En het is ook hij is echt een goede acteur, hè. Dat moet ik ook zeggen. Dat... Ja, Ahmed ook, man. Ja, je weet toch? Dan gaan we door naar de volgende vraag. Oussema, je mag aan het rad draaien. Juist hem. Ja. En hem stoppen wanneer je wilt. Stop! Je moet een antwoord geven. Met welke Nederlandse acteur wil jij nooit meer samenwerken? Even kijken hoor. Met wie heb ik samengewerkt? Hé, broer, ik ga wat harsen, man. Ja? Hoe werkt dit, bro? Je moet hem uit elkaar, je moet hem zo. Je hebt 2 dingetjes, kijk. Hoe lang duurt het voordat het haar teruggroeit? 6 jaar. Nee, ik heb geen idee. Ja? Ik weet het niet. En we willen het zien, hè, Oussema? Ja. Waar ga je voor? Je arm? Hier, man. Eerst goed wrijven. Oké, en nu moet je hem eraf trekken. 1 keer. Ah! Hey, broer! Je bent nep, man. Er waren geen haren, bro. respect, jongen. Oké, je krijgt een punt omdat je toch hebt gehaast. Dan geeft het altijd 1 puntje voor omdat we er toch wel respect voor hebben. Dat betekent dat we weer zijn bij jou, Bilal. Het rad draait. En je mag stoppen. Stop! Zou je het uitmaken met Sophie als dat 100% zou garanderen dat je een grote internationale muziekcarrière zou krijgen? Ja of nee? Nee. Kijk, echte liefde. Dat is inderdaad gewoon netjes. Goed beantwoord. 3 punten voor jou. Oussema, ook jij mag weer aan het rad draaien. Stop. Zo, jij krijgt wel moeilijkere vragen hoor. Ik krijg echt een rare vraag. Ja, dat klopt ja. Met welke Nederlandse actrice zou jij een erotische scène willen doen? Deze is makkelijk, bro. Georgina Verbaan. Oké. Ja. 3 puntjes, jouw kant op. Lekker bezig, eerlijk geantwoord. Dat was hem, ronde 2. En dan zijn jullie natuurlijk vol in spanning. Wat is die tussenstand op dit moment? Bilal gaat erg lekker. 9 punten tegen 6 punten. Dat betekent dat jullie in totaal 15 punten hebben. Alles kan nog verdiend worden in ronde nummer 3. Ronde 3, de allesbepalende finale en dat is wel een van de leukste rondes, huiszoekingsbevel. Mannen, ik geef jullie zo meteen 1 minuut en ik geef jullie een kleur. En van die kleur moeten jullie zoveel mogelijk voorwerpen zien te verzamelen. Dus als ik bijvoorbeeld zeg zwart, ga op zoek naar een zwart shirt. Ga op zoek binnen hoe lang? 1 minuut. 1 minuut, oké, ja man, dat komt goed. Wel moet ik erbij zeggen, dat moet ik er echt bij zeggen. Als de kleur zwart is en je komt met 10 t-shirts aan, is dat maar 1 punt. Het moeten wel 10 verschillende dingen zijn. De kleur van vandaag is... Zo! Oranje. Ah, kanes. Oranje, broer. Yes. Pak je moment, want we gaan naar het eind toe. Minuut is bijna voorbij. In 5, 4, 3, 2, 1. Stop de tijd. Oké. Broer, ik heb het sowieso verloren, broer. Ga terug naar jullie plek. Laat het nog niet zien, dan gaan we het zo meteen rustig doornemen. Oké, Bilal, we beginnen bij jou. Wat heb je allemaal? Laat het per ding zien. Ik heb dit. Dit is een bloem. Ik zeg prima, is goed. 1 punt voor jou. Dan heb ik een lange oranje broek.
2 punten. Gefeliciteerd. Ja. Dan heb je had een lange broek. Ja. Je hebt ook een korte broek. Ja, 3 punten. Ja, dat mag. Dan heb ik deze kleine tasje van Louis Vuitton. Ja. 4. Heb je ook nog grote? En ik heb deze grote tas van Louis Vuitton. Nee, mag niet. Maar dan mag deze doos wel. Ja, dat mag wel. Doos. 5. Dan heb ik mijn bril, die is ook oranje. Ja, 6. Dan heb ik ook nog deze schoen. Ja, 7. Dan heb ik deze ook nog. Wat is dat? Thee, iets voor thee. Oké, 8. Ja. Jas, er zitten oranje dingen bij. Ja, ik maak de regels niet. Jury zegt nee. Oké, ja, dat was het. Wacht heel even, mag ik nog heel even kijken? Nee. Nee. Nee, kijk, ik heb alles op dit gegooid. Ik moet even kijken of ik alles had. Kijk, ik heb dit tasje heb ik ook. Dit is niet van Louis Vuitton. Dit is van Filling Pieces, broer. Ja, die rekent de jury dan wel weer goed. Stone Island, zwembroek. Een zwembroek is geen korte broek, een lange broek. De jury kijkt. Jury vindt het goed. Dan heb ik ook nog. Nee. Wacht, ik ben nog niet klaar. Oké. Ineens heb je nog meer dingen. Dat is geen oranje. Oranje in hoor, kijk goed. Ja, wat? Dit is geen oranje. Je hebt er 10. Oussema, hoe is dat bij jou? Waar zijn je oranje producten? Ik heb hier een shirt. Ja, dat vinden we goed. Hey. Ja, is niet van hem, bro. Ja, maar ik heb het gepakt in die osso tasje. Oranje. Ja. Ja. Heb ik hier een sinaasappel? Ja, die is oranje. Dat is 3. Konimax. Ik weet niet wat het is. Ja, oranje. Limoen, suiker. Dat is rood. Nou, ik weet niet wat jij als oranje rood ziet, maar dit is toch echt rood. Andalus is oranje. Ja. Ik heb een tas van Big Bazaar. Ja. Ik heb hier een laken. Dat is niet oranje. Dat is inderdaad rood. CD van Girlfriend. Wat? Wat is dat? Girlfriend. Oké. Ja, het wordt goed gekeurd. Het is niet eens trek, hè? Het is niet oranje, bro. Topper. Dan heb ik hier een lamp. Dat is rood. Dat is echt oranje. Rood. Oranje. Ik zweer dat het oranje. Nee, dit is rood. Sorry. Dit, dit. Ja, dat rekenen we weer goed. Ik heb hier een chippy. En, jury? Ook dat wordt goedgekeurd. Dat is rood. Ja, hiernaast, man. Dat is rood. Rood. Hé, hey, we moeten jou naar de opticien brengen, bro. Dat licht, bro. Dat is rood. Die licht is oranje, broer. Kijk, hier is oranje. Ja, ja maar als die hele PlayStation rood is, broer. Dat is rood. We noemen dat rood. De jury heeft meegeteld en Oussema heeft een bizarre inhaalronde gemaakt. Maar is het genoeg? We gaan kijken naar de uitstand. Bilal weten we van dat hij is geëindigd op 19 punten. Maar heeft Oussema het kunnen inhalen? Nee, helaas niet. 15 punten. Winnaar van vandaag, Bilal! Hey, Andalo! Gefeliciteerd, jongen. Ook die challenge. Je mag een dankspeech doen als je wilt. Doe een dansje. Ja, lekker man. Lekker, jongen. Kijk. Mannen, wij hebben de uitslag. Jullie hebben samen 34 punten gehaald. Daarmee staan jullie niet heel hoog. Eigenlijk helemaal niet. We hebben Ramadan. Ja, precies. Dat is het hele ding. Maar alsnog, vond ik jullie een van de leukste kandidaten. Dat zeg ik dan weer wel. Dus bedankt en tot snel, mannen. Dankjewel, maar topper. Hey, liefde. Later.